Oh, jongens, wat betekent MILF? Wat betekent MILF? Leuk jullie kijken weer een nieuwe vlog. Ik ben Melina, ik ben 12 jaar oud. Nieuw kijkers, ik ben blind. Ik ben Julia. Hey Daniel, hey Nathan. Hey. Wauw, echt zo. We zijn aan het roken. Kijk, dit is gewoon een sigaret. Zal ik hem vaststaan? Kill. Geen foto's van laten zien hoor. Ik kan het doen. Ik filmen. Hey, Maria heeft sigaretten. Hey, Nathan? Die is ook aan het roken, hè Nathan? Ja. Nathan, is het lekker? Wat? Zuigen aan dat dingetje. Oh, ja, trouwens, je doet het blijven zitten. Mensen, het is al avond of zo. Ik weet niet hoe laat het? 8 uur of zo? Geen idee. Ja, 4 uur 8. Goed, even maar. Ja? Nee. Ik wel. Jo! Ja, wel water bij mijn sisha. Ja, maar dat is wel. Misschien wel, maar ik rook niet echt. Dan ben ik nou ook. Echt niet? Oh. Nee, dat had ik ook niet verwacht hoor. Nee, ik ook niet. Wij hebben wel echte sigaretten. Wij hebben hier echt sigaretten hoor. Je hoeft niet bang te zijn dat ik rood. Zo echt dit? Lekker hè, you? Heerlijk. Hey mam, waar ga jij zo heen? Ik ga zo meteen naar een 80's en 90's feestje. Wat is dat? Ik film je veel te hoog, maar ik weet het niet zeker. Wat is dat dan? Waar is mijn gezicht? Hou mijn neus! Maar wat is dat dan? Nou, gewoon gezellig dansen en zo. Met wie? Leuke muziek. Met An en Am. En waar is dat dan? Dat is in de Loods. Kerk. In de Loods. Leuk. En hoe laat ben je thuis? Ik moet om 12 uur thuis zijn van mijn kind en mijn man. Ik wil kaas. Dat was Nathan, dat weet ik wel. Maar wel oude kaas. Eeuw. Is wel goed voor elk? Wat? Oh, MILF. Oh, jongens, wat betekent MILF? Wat betekent MILF? Dat is Kerstmis in het Grieks. jullie, jongens, jullie moeten aan mevrouw Zwaans vragen wat betekent een MILF. Nee, want dan word je weer lijp op ons. Dat is ze toch al, dus dat maakt niet uit. Mevrouw Eend. Wat zeg je? Ja. We zijn een beetje sterren, ik wou. Ik ben helemaal dood aan het lachen om niks, volgens mij. Echt wel. Oh, ik ben dood aan het lachen om wel iets. Jongens! Jullie moeten het echt vragen. Wil jij dit aan het volgen? Ja. Oh, heel gezellig, maar ja. Hallo, we zijn nu al 35 minuten aan bellen met Daniel en Nathan. Ja. Marina, de moeder is lekker naar een feestje. Gezellig. Gaat ze lekker dansen? Oh ja, ik kan ook heel goed dansen, wist je dat? Ja. Laat eventjes je dansmove zien dan. Ga even een video hebben. Stuur maar even een filmpje. Ja. Dat zetten we in de vlog. Nee, maar eerst. Wat lekker. Zo. Zijn die sigaretten sterk, you? Oh ja, ik weet wel, zo'n kistje plof, toch? Die maakt kapot harde knal. Ik zag een YouTube filmpje. Die zijn kapot. Jullie hebben een aansteker, hè? Ben je mij nu ook aan het filmen? Ja, maar wat zei ik je? Ik was niet weg, jongens. Een wat? Een kaasmaker. Kaasmaker. Ja. Of een worstmaker. Wees maar niet bang dat ik rook of zo. Dat doe ik echt. Ben niet bang voor de boze hebben. Nee, dat wees hoe niet bang. Hoe sarcastisch dat klonk. Echt niet normaal. Ja, inderdaad. Hallo? Hallo? Ze zijn dood! Zelfmoord gepleegd. Nee, ze zijn vermoord door die auto, weet je nog? Oh ja, door die auto.
Ja? Ik ben echt een fan van je YouTube-channel. Leuk, joh. Ik kijk altijd je Percyplot. Leuk, joh. Ja, ik nog niet, maar ik ga ook abonneren. Goed zo. Wacht, hoe heet je eigenlijk? Marina Katarina Kovacs. Als je Marina typt, dan heb je hem ook. Nou, we hebben ook Q&A gedaan, Jo en ik. En kijkt hij allemaal op haar kanaal, dan staat hij vandaag of morgen op. En link staat hier in de beschrijving. Hoi! Hoi. Oh ja, het is jouw ding. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken. Het is nu bijna 10 uur. We gaan de Q&A. We zijn bij mij thuis en ze blijft slapen, maar dat is ook wel logisch, denk ik. En ja, dit is dus Marina. Hi! Hi. Oh, het is tijd voor iedereen. Hi. Ja, hallo. Marina, wie is daar? Dat is Jenna. Hallo. Hallo allemaal. Hey. Ja, kom, loop maar even door. Ja. Zo. Opa als kerstman. Hallo. Ja, kerstman. Marina. Nee, nee, nee. Pas op. Ik dacht het ook even. Ja, jij bent een cadeautje voor jou. Dankjewel. Een cadeautje voor Marientje. Een cadeautje voor jou. Dankjewel. Ja, jongens, we hebben wel een heel mooi cadeau van de Mac. Maar, we gaan eerst even eten. Jenna die maakt zijn koffer open en er zitten allemaal lekkere dingen. Wacht even. Goed. Luca wist het ook. Langzaam. Ah, eerst zijn de dames. Wacht even. Nou ja, dat is voor dames. Voor wie? Voor dames. Van Marina. Ja, eerst de dames in de rij. Eén dame. Luca, met je neus uit de koffer. Nog even wachten. Ja. Oh, voor mij. Oeh, jongens. Ja, ga jij maar op het. Wacht even. Oh. Hey, bij ons in Kroatië is het 140 en van 140 tot 152 bestaat niet. Oké. De volgende moet 152 hebben. Oké, dat is goed. Huh? Leuk, Marie, een shirt met love erop en de O is als ware een vlinder. Hier zou ik niks zeggen. Niks zeggen? Nee, ik zeg niks. Nee, ik weet niet. Die kan je eraf halen. Laat maar eens kijken. Nee, wacht, ik wil nog één keer even. Dit is sowieso een S. Ja. Wat is? Wacht, nee, dat is niet goed. Laat mij even kijken. Oh, wacht. Ik kan het niet eens lezen nog. Maar dan ga ik even mijn cadeautje openmaken, jongens. Wat is dit? Hier, film jij even, you. Kleine doosjes, altijd spannend. Niet met die kleine kindervingertjes. Oh, wat mooi. Kijk eens, een ketting met een... Kijk eens, dat. Luca. Met een ster. Oh, die is echt mooi. Wauw. Met dit cadeautje, wat... Ik heb nog steeds dit ding van jou. Kijk. Dankjewel. Mwah. Jij ook. Dankjewel. Oh, dit is voor Jolie. Ah, I was beauty. Dit is een Kroatische paprika saus, jongens. En dan de pikante vorm ervan. Lukt het erop? Nee. Niet laten vallen, hè? Nee, dat heb ik niet. Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan zijn de honden er als de kippen bij. Of als de honden. Ja. Kijk maar dingetje. Oh, kijk. Nou, dit zijn de matzitsa. Dat zijn hele erg lekkere koekjes. Ze hebben allemaal andere vorm. Je hebt driehoekjes en een hartje. En je hebt eigenlijk heel veel. En ze zijn echt super lekker. Met chocolade. Mag er ook één? Ja. En ja, dat is heel al weg. Maar die zit toch morgen weer. Was wel gezellig. Ja. Mooi. Wel eet smakelijk. Dank je wel. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer allemaal op mijn kanaal. En ja, tot morgen allemaal. Joehoe! Joehoe!